Dit is 3 voor 12 Radio live vanaf het Amsterdam Dance Event. Met twee goudgebruikte stemmen dan nu erbij. Van Basement Sound System. Yes. Dankjewel. David en Luigi, goedenavond. Goedenavond. Zal ik je even gewoon behoorlijk introduceren? Graag. Heel graag. Oké. Okay. Ik heb er een heel verhaal over gepend namelijk. Ik ben er even voor gaan zitten hoor. Ja, cool. Ja? Oké, daar komt ie hè. Te gek. Tegenover de oude club trouw, onderin de kelder van het Volkshotel. Daar hebben ze iets bijzonders wat aan het gebeuren is. Daar werken een aantal voormalige residents van die vermaarde trouw in hun studiootjes, zijn nieuwe releases. En die grond daar, aan de Wieboudstraat, die is zo vruchtbaar dat Basement Sound System dit jaar maar liefst 3 aparte EP's moet mengen uit te brengen. Het is productiviteit die internationaal nogal opvalt. Dus vorige week David en Luigi van Basement Sound System te gast bij de Boiler Room. Nou, dat zag terecht bijzonder episch uit. Ze kopten het eigenlijk lachend succesvol in. Maar dat kan ook niet anders als je kilometerslange ervaring hebt. Want je hebt ze bijvoorbeeld op Lowlands kunnen zien. Of Welcome to the Future of Dekmantel en ga zo maar door. En nu dus vanavond hier live in de studio. Jongens, hebben we er zin in? Ik heb kippenvel. Kippenvel van de intro, ja. Ja, dat is een mooie intro. Ja, dat vind ik een mooie intro. Ja. Gloeiende intro, hè? Zeker. Hey, wat hebben jullie voor ons gecomponeerd qua set vanavond? Wat gaat er gebeuren? Veel eigen tunes. Eigenlijk gewoon waar ik het net al over had. Ja, dat snap ik met al die releases, hè? Nou, precies. Ja, we willen het graag laten horen. Ze komen echt, de laatste release, die komt deze week zelfs uit. Dus die willen we alvast even wat de wereld inbrengen. Is dat waarmee je gaat beginnen? Want dat is dan even tof om te weten waar we dan naar gaan luisteren, weet je wel? Het is het tweede nummer. Okay, het tweede nummer is die uitkomt. Het eerste nummer heet Simcha Rhythm. Die hebben we met Sam Proper gemaakt, wat eerder dit jaar. Daar hebben we een soort dansvloerversie van. Die gaan we als eerste draaien. En van al die 3 EP's, hè? Hebben jullie een favoriete track zelf? Ah, dit is mijn lievelings. Oeh, daar kom je even met eentje. Nou, ik vond zelf Afterglow echt een soort... Ja, die hebben we zelfs nog op verjaardag van David door zijn vader, die de hele tijd dat nummer wilde horen op de verjaardag zelf. Dat gaf mij een soort van, als familieleden het accepteren en ervan genieten, ja? Dan wordt dat voor mij echt een nummer wat ik vaker luister. Ja, dat vind ik echt heel vet. Oké. En jij? Ja, en stiekem heb ik het ook wel bij. Die EP heette de Afterglow EP. Dat was die voor Simcha en voor zeg maar de eerste van het jaar. Ja. Maar dat was wel een belangrijke gewoon. Omdat het een beetje de toon aangaf van waar we heen gingen met de latere dingen. Die andere 2 releases. En het was wel echt een kleine breuk met wat we ervoor deden. Niet qua sounds of zo, maar wel een beetje qua maling aan clubmuziek maken en een beetje volwassen worden, zeg maar. Dus dat was wel echt een belangrijke. Ja, zeker. En de familie vond hem. Mijn vader wou hem inderdaad echt 3 jaar geleden, toen we de eerste opzet hadden gemaakt, wou hij hem al constant horen. Dus, ja. Wat een gek. Hé, jongens, ga vast naar je naast.